De air zit weer in de maand en dat betekent voor veel mensen het aanzetten van de verwarming. Maar wat is de invloed van het weer op jouw gasverbruik? Ja, om te beginnen met goed nieuws. Het stookseizoen wordt gemiddeld steeds warmer, waardoor je dus ook minder gas hoeft te verbruiken om je huis op te warmen. De gemiddelde temperatuur van het stookseizoen dat lag halverwege vorige eeuw op zo'n 5,1 graden, maar is inmiddels al opgelopen naar 6,6 graden. Ja, en dat verschil lijkt misschien niet zo groot, maar klimatologisch gezien is dat extreem. Het zorgt namelijk voor een reductie van 10% van je gasverbruik. Om dat te berekenen kijken we naar het aantal graaddagen in een stookseizoen. Simpel gezegd is een graaddag een score waarmee het verschil tussen de temperatuur in huis en de buitentemperatuur wordt aangegeven. Heb je bijvoorbeeld een gemiddelde binnentemperatuur van 18 graden en een gemiddelde etmaaltemperatuur buiten van 10 graden, dan levert dat in totaal 8 graaddagen op. En tel je nou al die graaddagen over één stookseizoen bij elkaar op, dan geeft dat een indruk van de hoeveelheid energie die in dat stookseizoen verbruikt is. Nou, tegenwoordig ligt dat aantal graaddagen zo rond de 2540 per stookseizoen, maar in de periode 1961 tot 1990 lag dat nog rond de 2800, een verschil van maar liefst 10%. Omdat bij normale graaddagen alleen wordt gekeken naar de gemiddelde etmaaltemperatuur, wordt eventuele verwarming door de zon niet meegenomen. Om daarvoor enigszins te kunnen corrigeren, zijn gewogen graaddagen in het leven geroepen. Gewogen graaddagen wegen vanwege de zwakkere zon 10% zwaarder in de periode van november tot en met februari en 20% minder zwaar in de periode van april tot en met september, vanwege de juist sterkere zon. En dat maakt de berekening dus een stuk betrouwbaarder. Ja, en dan komen de winter. Wat zijn de gevolgen van een extreem koude winter zoals 1962-1963... of juist een zachte winter, zoals die van 2013 of 2014, op ons gasverbruik? In het geval we met een zeer koude winter te maken gaan krijgen, dan ligt het aantal graaddagen zo'n 32 tot 37% hoger ten opzichte van een doorsnee stookseizoen. En met een constante energieprijs zorgt dat er dus ook voor dat de verwarmingskosten met dezelfde percentage stijgen. Voor een gemiddeld huishouden dat zo'n 930 kubieke meter aan gas verbruikt voor de verwarming van het huis, betekent dat dus al gauw dat er 320 kubieke meter extra verbruikt moet worden. In een zachte winter daarentegen bespaar je juist zo'n 15 tot 16% ten opzichte van een gemiddeld stookseizoen. Die besparing is, in procentpunten gezien, dus veel lager dan de mogelijke extra kosten die gemaakt zouden worden in een extreem koude winter. Extreme kou wijkt namelijk altijd veel verder af van het gemiddelde dan extreem zacht weer in een winterseizoen. En dat heeft grotendeels te maken met de ligging van ons land. Met een relatief warme Atlantische Oceaan en de Noordzee dichtbij, stroomt zachte lucht altijd makkelijker uit over ons land dan de zeer koude lucht vanaf de Noordpool of uit Siberië. Maar onafhankelijk van wat voor winter we krijgen, je kunt altijd zelf nog iets doen om energie te besparen. Draai bijvoorbeeld die verwarming een graadje lager. 1 graad lager scheelt namelijk al zo'n 8% in energieverbruik. En dat is in deze tijden misschien toch het overwegen waard. Waar wij het in ieder geval wel warm van krijgen komende winter, is als jij even op die abonneerknop drukt. Dan bespaar je ook nog eens tijd als er een nieuwe video van ons online komt.